Gewoon een hart naar beneden, hè? Gewoon onbepaaldjes heen. Dat is het enige. Heen. Sorry, hoeveel had je? Jij was 24, ik 23. Ja, nee, ik geloof het. Nou, 24 seconden, het is best snel, maar het kan natuurlijk altijd nog sneller. En als jij wil weten wat de juiste techniek is om een slalom te nemen en dus als eerste beneden te komen, let dan nu goed op. De voorwaarde om snel een slalom of reuzenslalom te skiën is een goede carve techniek en natuurlijk goed materiaal. Belangrijk om van tevoren het traject te bekijken en te onthouden waar de moeilijke delen zijn. Met de carving techniek maak ik ronde bochten op de kanten van mijn skis. In een diepe, lage lichaamshouding blijven, je benen blijven zo flexibel en houden je skis onder controle. Het zijwaarts wegglijden vermijden, want dat remt, kost dus tijd. En dat zie je als er een stofwolk sneeuw ontstaat. Roetje is langzaam, carven is snel.